excuses voor de wind. We gaan even zoeken, kijken of we wat leuks kunnen vinden. Zie jullie terug bij de eerste vondst. We zijn in zoek in Zeeland en we vinden nu wat centjes. Kijken of we een goudje vinden. En een dubbeltje, 48. Helaas niet van zilver, maar er ligt genoeg hier. En een kwartje, 1978. En 5 eurocent. En weer een 10 cent gulden tijdperk. En weer een kwartje voor de collectie. Eerste duitje van vandaag. Onbekend welke. En de eerste musket of pistolet kogeltje. Ziet er goed uit. Een mooi knoopje met een ankertje. Ik denk van aluminium, dus niet zo heel oud. Maar nog wel intact. Ziet er leuk uit. En een leeuwencentje erbij. Nog niet helemaal leesbaar. En 1 centje. Weer een cent, 1966. Ook nog wat ouders, wat zilver. Maar muntjes genoeg. En 10 cent. Een musketkogeltje, nummer 2. 10 cent, oorlogsgeld van zink, denk 1942. Ik ga thuis nog even oppoetsen. Ah, leuke vondst. Een mooi leeuwencentje. Mes scherp, gaan thuis nog even naar het jaartal kijken, maar het ziet er goed uit. Nou, een mooie Willemscent. Naast het leeuwencentje van net, waar ben je? ...1861 volgens mij. Mooi munt. Nou, en weer een leeuwencentje. Dit stukje hier gaat lekker. Kijken naar het jaartal. Nou, ik kan hem zo niet zien. Een diep signaaltje. Hey, een munt. Even oppoetsen. Een stuiver Beatrix. En weer een leeuwencentje. Op naar de volgende. Nou, ik ga even een live dik proberen. Nou, geslaagd, maar helaas een gewone 1 cent. En de zoveelste leeuwencent. Nou, we hopen nu echt een keer op iets leuks van zilver. Ja, blijf leuk muntjes. Een knoopje. Oog hier er nog aan. Bolknoopje. Geen idee hoe oud hij is, staat niks op, maar leuke knoop.